dit. Er werd een nieuw spelelement geïntroduceerd, de enveloppen. En ik was penningmeester op dat moment. Nou moet je mij in het echte leven echt nooit een penningmeester laten zijn. Want ik heb twee enorme gaten in mijn handen, dus dat geld dat verdwijnt meteen. Maar nu kwam er nog een extra fase bij en dan konden we geld opsturen naar aflevering 9, Ellis Island. Met daarop ofwel de naam van wie wij verdenken als mol, ofwel van wie wij dachten die gaan het zover schoppen. Bovendien zit je in Wie is de Mol, dus blijkbaar ja, kun je daar ook nog niet echt achter komen en moet je maar iets doen met een bruine envelop. De kleur is ook niet echt heel charmant. Ik had het idee dat we allemaal niet zo heel goed wisten wat we ermee mee moesten. Want ja, naast die zwarte vrijstelling weer een nieuw element in het spel. Dus dat leidde wel een beetje af van de echte vraag, wie is de mol? Bij die televisiestudio opdracht was het heel raar, want ons was gezegd, jullie zijn gezien. Dus daardoor dachten we dat we op de goede plek zaten. Maar het bleek achteraf helemaal niet zo te zijn, het bleek op een hele andere plek te zitten. Ik denk dat het een mollenstreek was. Wij zagen dus twee mensen in een ruimte komen, die gingen eruit. En toen zei Sophie, ja, maar jullie waren misschien al net wel in de ruimte. En toen nee, zei ik, nee, ze waren er ja, net. Ja, precies, jij was heel stellig. Ja, dus ik daarom jullie gingen wij weer terug naar die ruimte en dan gingen we maar weer om de ruimte heen lopen. Ja, nou, ik heb gezegd dat ik ze misschien gezien heb, omdat ik het zelf inderdaad niet zeker wist. Jij wist maar het heel zeker mensen en jij zei, jij schat, vond dat ik staan, het ook wel zeker moest weten. Het is een leeg gebouw. Maar ik wist het niet het is zeker. Een leeg gebouw. Als er nou in een camera belt een beweging komt, dan kan je er toch van uitgaan dat er twee kandidaten ja, zijn en niet twee zwervers die hier aan het zoeken zijn met eten. Gezegd, jij bent dus de enige die ons meent gezien te hebben. Nee, Owen ook. Dus we hebben nu twee bronnen. Ik had het gevoel dat zij bij de monitoren een beetje aan het spelen waren en dat Suzanne ook aan het spelen was, namelijk dat ze niet wist waar het was terwijl ze het eigenlijk wel wist. Kortom, ik verdacht iedereen. Nee, Sophie heeft twee mensen gezien, maar ze nee, wist niet zeker of dat jullie ze het nooit waren. Oké, okay, nou dat is dan duidelijk. Heb jij niks gezien, Sophie, op het beeld? Jawel. Oké. Oké, dus jullie hebben ons alle drie gezien. Jullie zagen ja, alle drie, Suus en mij, bovenop. Zij kon niet definiëren dat jullie. Ik kan het nog een keer uitleggen, maar ik heb... Nee, maar ik wil het even zo met al zien, maar ik weet niet waar jullie waren. Ik moet zeggen dat toen ik het zelf terugkeek, dat ik ook wel dacht, ja Sophie, wat heb je nou eigenlijk gezien? Jullie zijn in de eerste alleen sessie maar alleen maar beneden. Nou, echt, we zijn nooit boven. Nou, dan kan het toch niet dat jullie het waren? Dus dan is het waar. Dus dan is het drie waar. Mensen, twee oh, mensen in de kamer geld wel beginnen. Hoe kan dat? Ik zag je 100% zeker een lampje het beeld inlopen. En dan ga ik er bijna om lachen, want ik denk, ja, zeg je dat, was het wel zo? Ergens heb ik op dat scherm heb ik iets gezien, een beweging, en ik heb niet kunnen zien wie dat precies waren. En achteraf natuurlijk me suf zitten piekeren wat het dan geweest kan zijn, want het blijkt toch wel dat zij zaten ergens beneden en die piep is ergens boven geweest. En er zijn maar twee mensen op het dak geweest. En daar vandaan zou je misschien heel even naar beneden kunnen gaan en weer naar boven. Wie zijn dit? Hey, zijn wij dit? Ja, zij zijn beneden. Ja. Aaf en Suzanne, ik heb het idee dat jullie bij de opdracht zijn, want ik zie beweging op het scherm waar jullie heen moeten. Maar zien jullie ons? Zien jullie ons nu? Ja, dat was een mollenstreek. Of van Owen, of van Tycho, of van Sophie. Eigenlijk altijd als Wie is de Mol kijker, en ik ben een trouwe Wie is de Mol kijker, jokers dat een beetje raar gevonden. Ik dacht, ja, maar het gaat er toch gewoon om wie het meeste weet over de mol. En wie het minst weet, ja, die moet gewoon naar huis. Ik blijf dat heel rechtvaardig vinden. En nu is er een middel waarmee je die rechtvaardigheid tot uitdrukking kan brengen. Ik weet waar die ligt, dus ik kan ook terugkomen. Het gaat van de tijd af. Oh, shit. Oké, ik pak hem. En ik had er gewoon helemaal niet zo over nagedacht dat het historisch was. In Wie is de Mol termen, dus ik, Sophie van den Enk, de eerste met de zwarte prijsstelling op zak. En ook niet hoe machtig dat wapen eigenlijk was. En er is ook het een en ander ingezet bij de test. Belangrijker is de vraag of
de zwarte vrijstelling in het spel is gekomen. Want dan vervallen alle ingezette jokers en vrijstellingen. Het antwoord is ja. Ja, die zwarte, dat vind ik eigenlijk een hele gekke toevoeging aan het spel. Omdat je eigenlijk alleen maar iets van een ander kan afpakken. Maar je kan eigenlijk niet iets bij jezelf optellen. Ja, dat kan natuurlijk wel omdat je het voordelen van anderen wegneemt. Maar het is eigenlijk een heel negatieve schijf. En dan moet je het alsnog heel goed doen, want de kansen zijn gewoon weer op nul. Ik denk dat Owen of Tigo hem heeft ingezet. Iedereen kreeg hetzelfde te horen van tevoren. Maar ik dacht bijvoorbeeld, ik kan nu wel heel lang naar die, die groene dingen, vrijstelling gaan zoeken. Maar zodra één van mijn medekandidaten dat zwarte ding, ben ik hem toch weer kwijt. Dus dan heb ik uren over die markt lopen zoeken. En de volgende vindt dat zwarte ding en speelt mij eruit. Dus ik dacht, ik ga gewoon niet zoeken. Je bent gewoon gelijk de test gemaakt. Ja, van die zwarte vrijstelling word je een beetje... Ja, een beetje onzeker, maar in mijn geval ook een beetje onverschillig tegenover jokers en zo. Omdat je denkt, ja, kan ik wel heel een Chinese markt gaan afzoeken om een joker te vinden. Maar als één iemand hier een zwarte vrijstelling heeft, ben ik hem toch weer kwijt. Ja. Maar goed, jij hebt dus even gezocht. Ja, één joker gevonden en ingezet. Ja. Maar ja, geen reet aan gehad. Dom dus eigenlijk. Maar jokers, die kwamen toch alleen maar in setjes? Ja. Ik heb één joker. Ze had net de ene die niet in setjes zat. Ik heb de ene joker. Maar er zijn jokers ingezet. Er zijn meer mensen die jokers een joker ingezet? Ja, hij zei jokers. Ja. Er zijn jokers. Ja, ja, maar jij zegt niet, jij zegt hebben geen jokers ingezet. Maar ja, doet dat er echt toe? Ja, dat doet nee. Of je hem hebt ingezet? Het is leuk om te weten wie er over is. Nou, Sophie heeft gezegd ze één joker ingezet. Ja, maar heb je er nog geen? Heb je er nog geen? Dat geeft niet zin. Dat ja, weet ik niet. Het is toch niet slim als er misschien nog die zwarte in het spel is? Of die... Nee. Kijk, ik vind het niet erg om af te vallen op het moment dat je het idee hebt. Oh ja, nou ja, ik heb het verkeerd gedaan. Maar nu was het toch eigenlijk gewoon te vroeg. Ik snapte het ook wel dat op het moment dat ik het had ingevuld, of het nou een bewuste keuze was of niet, dat ik een groot risico nam. En daarom was ik niet verbaasd. Weet je wel? Als je denkt van ik heb heel goed gespreid en ik val toch nog af, dan en nu wist ik heb een risico genomen. Maar ik baalde er nog steeds wel van. Ik vond het heel leuk dat je erbij was. Ja. Goeie reis. Dankjewel. Tot ziens.